Welkom bij vandaagse eredienst. In Johannes 14 vers 27 het Jezus voor zijn hemelvaart voor zijn disciples gesê: vrede laat ik vir julle na, my vrede gee ik vir julle. Die vrede wat ik vir julle gee is nie die soort wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Ja, mag je ook hier die vrede van die Here ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons buig in diepe afhankelijkheid voor U. Dankie voor die vrede wat U voor ons gee. Vrede om ook te weten dat U voor onze Vader is en dat ons in Jezus die kinders mag wees. Ontmoet ons vandaag door die woord en versterk ons in ons geloof. Ons bid het in die naam van Jezus. Amen. Ik wil een gedeelte lees uit Romeine hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is voor ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jezus, ons Here. Ons lees tot zover. Waarvan kan een mens zeker wees? Absoluut zeker wees. Die eerste reactie is om te zeggen: niks. Zelfs in ons moderne tijd is daar niks waarvan ons vandaag absoluut zeker kan wees nie. Ja, partij mense sal vir jou sê, behalve die dood, die rest is alles onzeker. Als daar één ding is wat die jaar 2020 ons geleer het, dan is dit dat ons van niks zeker kan wees nie. Net toe die mens met al die wonderlijke technologie en kennis van die wetenskap dink ons het alles onder beheer, toe keer een virus die ganse wereld op sy kop, zodat ons in ons huis moet wegkryk. Skielik is ons nie meer so zeker oor môre nie. En ons is ook nie zeker wat die toekomst inhou nie. Toch sal ons nooit ophou soek en vraag na dit waaroor ons absoluut zeker kan wees nie. Want zekerheid is die ankers waarin ons vashou. Dis ons sekuriteit in die lewe. Ons wil zeker wees. Anders voel een mens soos een blaar wat deur die wind rondgewaai word. Paulus' boodskap in Romeine 8 is soos een reddingsboei wat hy uitgooi na drenkeling in een see van onzekerheid. Hiervan is ek oortuig, waag Paulus om te sê. Paulus is so zeker van sy saak, dat hy een van die sterkste woorde in die Grieks gebruik, om te sê waarvan hy oortuig is. Want by sy lesers moet daar geen onzekerheid en geen twyfel hieroor wees nie. Nou die groot vraag is, waarvan kan jy vandag zeker wees? Nou hier het Paulus vir jou goeie nuus en slechte nuus. Die slechte nuus is, daar is niks op aarde waarvan ons vandag zeker kan wees nie. Dink maar aan jou gezondheid, besittings, finansies, werk, omstandighede, alles kan in een oogwink verander, en het ons nie maar allemaal in 2020 iets hiervan beleef nie. Maar die goeie nuus is, daar is toch iets waaroor jy vandag zeker kan wees. Ja, een mens hoef nie soos een blaar te wees wat in die wind rondgewaai word nie, want jy word vasgehou. En die goeie nuus is, dat die een wat jou vashou jou nooit sal los nie. Nie in die goeie dae nie, maar vooral ook nie in die slechte tye nie. Hieroor skryf Paulus met groot oortuiging in vers 38, as hy sê, hiervan is ek oortuig. Niks, en dan noem hy 10 dinge, niks kan ons van die liefde van God skei nie.
die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Here. Ja, Godse liefde voor mensen zoals ons is, zal nooit veranderen. En omdat God jou lief heeft, zal hij jou altijd vasthouden, zodat niks en niemand jou ooit uit zijn hand zal rukken. In hierdie jaar met al sy onzekerheid wil die Heere vandag opnieuw voor jou hierdie versekering gee. Al sou alles om jou verander, weet verseker, Godse liefde en genade verander nie. Dit is gister en vandag diezelfde en zal tot in alle eeuwigheid diezelfde bly. Een laatste vraag, wat een mens kan vragen: waar kry Paulus die vrymoedigheid om dit te sê? Wie gee om die recht om so te praat? In vers 31 vraag hy hier die vraag: wat is nou ons gevolgtrekking oor al hier die dinge? En nou weet ons, een mens kan net een gevolgtrekking maken as jy eers al die feite het. Voor Paulus is daar één feit wat boe alles uittroon. Dis iets wat ons ook moet raak sien. Hy sê, God is voor ons. Wie kan dan tegen ons wees? Hij het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Zal hij ons dan nie al die andere dingen saam met hom uit genade skenk nie? Ja, als daar één ding is wat nooit zal veranderen, dan is dit hier die boodskap. God het sy seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om jou te red. En als ons elke dag vasthou aan hier die waarheid, dan is ons in die woorden van vers 37 meer als oorwinnaars deur hom wat voor ons lief het. By gebed voor jou, in hierdie tijd van onzekerheid, mag jy elke dag leef met hier die zekerheid, dat daar een God is wat voor jou vasthou. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons in de wereld met al sy onzekerheid vandag op niet zeker kan wees van U liefde en genade. Dankie dat U liefde voor ons so groot is, dat U bereid was om U seun te stuur om voor ons sondes te sterven. Help ons om nooit te twyfel aan U liefde nie. En lei ons deur die kracht van die Heilige Gees om in Jezus Christus als oorwinnaars te leven. Here, hoor ons gebed als ons vandaag bid voor ons land en voor vrede onder zijn mensen. Laat die vrede op aarde waarvan die engelen bij de geboorte van Jezus gesing het, ook ons deel word in ons land. Ons bid voor kinders wat examen skryf, en vir hulle ouers. Ons bid vir mense wat siek is, en mense wat hulle werk verloor het, en bekommerd is oor hulle toekoms. Dankie dat ons mag glo en weet dat ons nie alleen is nie, en dat U die toekoms saam met ons tegemoet gaan. Here, vergeef ons ons skulde, en verlos ons van die bose. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook in ons land en oor die wêreld. Amen.